Zij zijn Jackie en Ruben hier. We gaan vandaag voor jullie klimmen en ik hou ervan om een beetje de obstacles te doen, dus dat het een beetje moeilijk is. Het heeft ook heel erg te maken met je gripstrength, zodat je dingen goed kan vasthouden. We gaan het jullie laten zien. We moeten altijd van tevoren, veiligheid is uiteraard nummer 1, dus we moeten altijd ons harnas checken. En dat doen we bij bepaalde dingetjes. Dat is bijvoorbeeld dat je kijkt of dit goed zit. Simpele techniek is er doorheen en dan een vuist maken of dat allemaal goed zit. Of dit, als je hier aan trekt, dat het blijft zitten, dat dat bij je navel blijft. Of het allemaal niet gedraaid zit, dat het allemaal goed zit en dat zit het. Dus we gaan beginnen met knopen. We beginnen met een 8 knoop. Een 8, ja. En dan gaan we door naar een dubbele 8 knoop. Eigenlijk maak je opnieuw het achtje, die leg je langs de bestaande 8. En zo zit hij. Dan doen we het allerbelangrijkste, dat is de partnercheck. Het allereerste wat we doen is of we wel checken dat we aan hetzelfde touw gaan zitten. Nou, dat zitten we. Dan gaan we kijken of degene die mij zekert, of die dat goed heeft gedaan. Deze gaat omhoog, dat zie je hier. Deze gaat naar beneden. Hier gaat zij trekken, dat is het handje. Poppetje, dat ben ik zo meteen. Dit zit allemaal vast, zit in het goede lusje. En er is een eindknoop. Dan gaat worden gecheckt of mijn knoop goed is. Ja. Nou, de schoentjes even aandoen. Dit noemen ze de schoorsteen. En je moet vragen, mag ik klimmen? Ja. En daar gaan we. Blok! Ja, blok, oké. Ja, puntjes verder nog. Wacht even. Dat was het. Dit waren een beetje de basics voor het klimmen. Ik hoop dat jullie het leuk vonden, dat jullie misschien ook nu interesse hebben om te gaan klimmen. Tot de volgende!